Zo zijn we ineens aangekomen in een heel nieuw astrologisch jaar. Een heel nieuw seizoen die begint bij de lente-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn en de dagen steeds langer worden terwijl we afgaan op het zomersolstitium. Dus dit aankomende astrologisch jaar vraagt van ons om wat meer in de autonomie te stappen, om wat meer in ons eigen rol te stappen en onze po volledige potentie te bereiken. Dus we gaan het heel anders aanpakken dit aankomende jaar en vooral met de maandelijkse overzichten. Want we gaan het zelf toepassen. Het eerste jaar zag ik dat heel wat mensen nog het een en ander moesten leren van astrologie. Dus hebben we de basis, de fundering neergelegd. Maar het aankomende jaar gaan we dus echt naar het toepassen voor jezelf. Dus kijk voor jezelf naar je geboortekaart en in welke huizen het aankomende ramseizoen voor jou valt. Want eerder deze week kwam ik iemand tegen en die vertelde me dat Ram dus in twee huizen voor diegene valt. Het teken waarbij een huis begint is de teken die het huis heerst. Dus die bepaalt ook welke planeet de heerser is van dat huis. Dus stel je voor dat je Ram in het vijfde huis hebt aan het begin, dan is het vijfde huis geregeerd door Ram. Stel je voor dat je net als ik Ram halverwege een huis hebt, laten we dat vijfde huis er weer bij halen, van creativiteit en vermaak. Dan gaat het er dus om dat je begint en initieert met jouw eigen creativiteit en vermaak. Laten we zeggen dat ik vrij goed ben in breien. En eindigt in een huis van welvaart door er werk of een gewoonte van te maken. Maak van die creatieve breikunsten van jezelf een werkgewoonte waar je ook weer wat uit kan halen. Vul jij je vrije tijd graag met je huidverzorging? Maak van die huidverzorging een routine. Want zodra dat wegvalt, zou je daar uiteindelijk wel wat tijd voor over willen hebben in je leven. Dus ja, jij staat aan het roer. Maak de juiste beslissingen door die optelsom weer volledig te maken. De hoe, wat, waar. Planeet is de hoe, wat is het huis en wat. Hoe is de teken waar wat het planeet in staat, waar in het huis? Dus in welk huis valt Ram voor jou? En de aankomende maandelijkse overzichten gaan we het meer over de planeten hebben. Dus wat is de heersende planeet van jouw geboortekaart? Welk teken staat er voor jou in het eerste huis? En het planeet die over dat teken heerst, is dus de heerser van jouw geboortekaart. Waar staat die? Wat doet die de aankomende maand? En aan het einde van deze video zal ik ook nog de retrograde van het aankomende jaar gaan benoemen. Dus kijk wat jouw heersende planeet doet voor het aankomende jaar en wees goed voorbereid. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Dus ja, we gaan het over de heersende planeten hebben. En de heersende planeet van dit ramseizoen staat in Waterman. Die komt later aan in Vissen. Dus waar staat Mars voor jou? En dan weet je met wat je kan handelen en hoe je daarmee kan handelen en in welk deel van jouw leven. Dus laten we gelijk beginnen bij de eerste planeet, of eigenlijk hemellichaam, en die is voor onze leeuw-ascendanten. Dat is de zon die van 0 graden in Ram tot aan 29 graden in Ram beweegt. En dit zal in de negende huis zijn voor leeuw-ascendanten. Dus de zon die staat verheven in Ram. Want Ram, nou, de zon is een bal van vuur, die gaat graag, laat zichzelf zien, doet dingen. Heel graag. En dit is de wereldkaart. En de eerste huis, wereldkaart, ram-energie. Ram is ook weer een bal van vuur-energie. Dat kardinaal vuur dat start, initieert en begint met actie ondernemen. Hoe actie ondernemen? Met jouw kennis. Je hebt zoveel kennis en uiteindelijk, waarvoor heb je het eigenlijk? Waarvoor heb je een gigantische boekenkast als je het niet kan delen? Uiteindelijk zal Mars in Vissen aan gaan komen en de rest van de ramseizoen gaan heersen. En ja, dan gaat het over jouw dromen. Wat droom je eigenlijk? Waar aspireer je eigenlijk over? Want waarom wilde je in eerste instantie zo'n grote boekenkast hebben? Ga naar de kern van ja, waarom je nu bent waar je bent. Waarom je dus hoopt en droomt naar die dingen toe. Wat zijn die dromen die je nu een realiteit kan gaan maken? Dus de volledige aspecten van de zon, die zal ik in de beschrijving gaan zetten. Maar we gaan het over de wat grotere obstakels hebben. Dus de squares en de oppositie. De eerste oppositie die de zon tegenkomt is op 5 graden. Dus de vijfde dag van het ramseizoen. En dat is de maansverduistering. Met de maan die op 5 graden in een weegschaal komt te staan.
Dus 5 graden is de leeuwengraad. Het gaat allemaal om jouw innerlijk kind en die creativiteit. En de volle maan in weegschaal, die schijnt daar letterlijk licht op jouw innerlijke kunsten, jouw innerlijke creativiteit. Wat doe je er nou eigenlijk mee? Want als er de hele tijd druk op een ketel zit, moet die druk er op een gegeven moment van af. En tuurlijk, je kan niet overal precies zo kinderlijk en ongegeneerd gedragen zoals je zou willen. Maar kies daar dan de plek, de tijd, de ruimte en de mensen voor. Want ja, niet iedereen het, maar wees net als de weegs af, even afwegen. Dat kan je wel. En tuurlijk, de ram die wil gewoon gaan. Maar dat kan niet altijd. En daar kom je zeker achter, terwijl de cyclus rond blijft gaan. In Ram zal de zon in conjunctie komen te staan met de Noordknoop, dus waar we collectief naartoe willen groeien. En in Ram dus jij, hoe zie je jezelf? Hoe zou je jezelf willen presenteren? Waar wil je precies heen gaan met al die kunsten en al die talenten die je hebt? Leeuw ascendant. Komt ook nog in een conjunctie te staan met Chiron, de gewonde heler, dus van lang geleden, van niet zo heel erg lang geleden. Maar ja, we hebben allemaal issues, we hebben allemaal onze wonden. En hoe sneller je erkent dat niet alleen jij, niet alleen je moeder, je broer, maar ook degene in de supermarkt, ook degene die je les heeft gegeven, ook degene die het openbaar vervoer bestuurt, iedereen heeft een issue. Hoe makkelijker het er is om gewoon met jezelf te gaan bemoeien. Want af en toe moet je gewoon een beetje egoïstisch zijn. Iemand moet de leiding nemen op jouw terrein. Dus focus je maar gewoon lekker op jezelf. Dat is het beste. En uiteindelijk zal de zon in een laatste aspect komen te staan aan het einde van de maand. Met de maan op 19 graden in een conjunctie. En dan hebben we de zonsverduistering. Dus we zitten al diep in de verduisteringsperiode. Je girl voelt het? Ineens? Ik denk echt zo, wat is dat? Maansverduistering, zonsverduisteringperiode. Want als de maan verduisterd is, de maan is jouw innerlijke gevoel. Dus die gaat even op de achtergrond, want waar voel je in je ego dat je moet zijn? Je ego mag af en toe ook op de voorgrond komen en dat gebeurt elk half jaar. Want een zons- en maansverduistering gebeurt in de buurt van de Noordknoop en in de buurt van de Zuidknoop. En vervolgens hebben we ook nog de zonsverduistering en dan wordt je hele ego even verduisterd. Even die op de achtergrond, want wat vind je, denk je intern nou eigenlijk? En het gaat echt om jou. Jouw innerlijke kracht, jouw innerlijke persona en in welk huis Ram en deze zonsverduistering op 19 graden dus voor jou plaatsvindt. Want ja, elke nieuwe maan is een zonsverduistering, maar deze is heftiger, deze is groter en zo, totale zonsverduistering. En het einde van een nieuwe cyclus, van een oud cyclus, dus nieuwe maan, en het begin van een nieuw cyclus. Waar wil je daadwerkelijk gaan staan, actie ondernemen en jezelf presenteren? Nogmaals, dit gebeurt dus in het negende huis voor de leeuw-ascendanten. En ditmaal gaan we ook de maan betrekken, dus voor de kreeft-ascendanten. Dominante zin, ik voel en beweegt om de 2,5 dag van vrouwelijk teken, mannelijk teken, dus innerlijk uit. Het gaat alle kanten op, dus laten we gewoon even de squares en de opposities gaan benoemen. Want de eerste oppositie, die is dus op 25 maart. En dat is die volle maan en maansverduistering op 5 graden in weegschaal dus. Dus die innerlijke kind, die innerlijke drang, die mag er af en toe ook uit. En deze volle maan wordt geheerst door Venus verheven in vissen. En vissen is een vrouwelijk teken. Dus vissen, zolang ze de juiste intentie hebben, maakt het niet uit. Stomp je in je gezicht zeggen dat doe ik uit liefde en dan geloof je het. Maar de weegschaal is heel anders. Dus af en toe moet je balans houden. Want de weegschaal is een mannelijk teken. Dus ook al streelt de weegschaal je in je gezicht en zegt ik wil je nooit meer zien. Zou je het toch wel geloven? Want ze laten het zien. De expressie laat dat wat anders zien. Dus maak een balans tussen jouw intentie en jouw expressie. Want sommige mensen begrijpen inderdaad jouw intentie. Als je zegt, hoe ik bijvoorbeeld de planeten in een teken nadoen. Echt van Mars is... Maar andere mensen begrijpen het niet. Dus dan moet je wat meer in de expressie zitten. Wat expressiever zijn. En nogmaals, iedereen heeft zijn eigen issue, hè? Al die attachment styles die komen ineens naar voren. Avoidant attachment style, weet ik veel, abandonment. Iedereen heeft zijn eigen. Dus hoe sneller je dat gewoon door kan hebben en daarmee kan leven, daar vrede mee kan hebben,
hoe sneller je gewoon met je eigen, met jezelf kan gaan bemoeien. Want de zuidknoop die staat ook nog steeds in weegschaal. Hè? Dus we groeien uit die relaties. Als iemand het niet begrijpt, dan begrijpen ze het niet. En relaties is alles en iedereen. Dus de relatie met jezelf, eerste huis, relatie met je spullen, tweede huis. Met je neven, broers, zussen, buren, derde huis, relatie met je moeder. Relatie met alles en iedereen wordt allemaal in het zevende huis. Pak die schaar erbij en knip het los. Want vervolgens komen we ook bij de laatste kwartier in Steenbok. En deze gebeurt op 17 graden in Steenbok. 17 graden is ook weer de leeuwengraad. Want 5 plus cyclus rond 12 is weer leeuw 17. Dus het laatste kwartier is een tijd om los te laten. Laat het los, pak die schaar erbij. En wees daar heel erg gedisciplineerd en wees heel erg autoritief. Want ik dacht er ook nog aan. Ik had het laatst met iemand erover. Als ik je laat gaan, bij sommige mensen kan je gewoon laten gaan door afstand te nemen. En sommige mensen die verdienen ook nog wel een verhaal, weet je. Maar zodra je ze een verhaal geeft, dan is het zo. Ja, maar dit, ja, maar dat. Ik kan het. Denk je echt dat ik je nog 365 dagen ga geven, terwijl ik je 6 keer 365 dagen heb gegeven? Dacht het even niet. Als het niet uit jezelf kan komen, dan ben ik zeker niet degene die het voor je gaat aanbakkeren. Want je bent nota bene 11 jaar ouder dan ik. En ik heb jou geen leven gegeven. Ik hoef jou niet op te voeden. Ik ben gewoon een levensles voor je. Dus take it and go. Heel veel uitleg, maar neem het gewoon en ga. Laat diegene het zelf uitzoeken. Je hebt diegene geen leven gegeven. Je bent diegene niks aan niemand schuldig. Dus net als de leeuw, neem af en toe die risico. Want ik kan niet net als de leeuw heel erg expressief zijn en dergelijke. En denken dat iets of iemand je zal snappen. Want dit obstakel vormt allemaal kardinale obstakels trouwens. Want zon in een kardinaal teken, kardinale obstakels. Ik wil starten, ik wil initiëren met actie. Want de zon, ik ben. Ram, start actie. Ik wil actie ondernemen met mijn lange termijn doelen. Je voelt dat je bij die lange termijn doelen wil zijn. Ga je lange termijn doelen, wat je wil bereiken, je dromen en zo. Jouw reputatie, ga je dat links laten liggen voor de mensen? Of ga je de mensen links laten liggen voor jouw reputatie, voor jouw nalatenschap? Maakt niet uit wat je kiest, maar kies. Laatste kwartier, tijd om te knippen. En dit gebeurt op 2 april op 17 graden. Vervolgens hebben we op 8 april de zonsverduistering. En die gebeurt in Ram op 19 graden. 19 graden is dan weer de weegschaalgraad. 19 min 12 is 7, 7 weegschaal. Dus weegschaal, afwegen, nieuwe maan, nieuw begin. Dus waar wil je zijn? Waar wil je initiëren? Waar wil je actie starten? Wordt geheerst door Mars, die dan in vissen zal zijn. Je hebt zoveel dromen die je wil gaan initiëren. Maak die dromen duidelijk voor jezelf. En stap, kijk wat je moet laten. Maak de afweging. Het is meestal tussen andere mensen en jouw innerlijke mens, jouw innerlijke. En het is niet erg als je dat af en toe voor de buitenwereld wil doen. Ik zal het alleen nooit snappen, want ik ben geen buitenwereldpersoon. Blijkbaar gaan we het zondag over hebben, want komt goed, je gaat het zien. En zonsverduistering, dus je ego even aan de kant en in je gevoel. Weet je precies wat je moet doen, waar je moet zijn. Want ik had het ook met iemand erover. Die was vroeger heel popiopie, helemaal onder de mensen die zegt, ik kan het niet meer, ik trek het niet meer, ik heb er geen zin in. Maar als je weet dat dat jouw doel is, ja. En dan komen we bij het laatste obstakel die de maan tegen zal komen voor de kreeft ascendante. En dat is op 15 april, wanneer we de eerste kwartier in kreeft hebben, geheerd door de maan in kreeft. Dus het gaat allemaal om die gevoelens. Waar voel je daadwerkelijk dat je wil en moet zijn op 22 graden? En 22 graden is de steenbokgraad. Af en toe moet je hard zijn. Af en toe moet je hard zijn omdat je weet. En voor een ander kan het vervelend overkomen. Je wilt deze emotionele banden starten. En ja, niet iedereen begrijpt het. Dus het gaat weer om die afwegingen. Ga je heel hard en direct wezen daarin? Net als de steenbok. Doe maar gewoon, laat het vanzelf. Maar uiteindelijk, om te starten met die nieuwe dingen, moet je ook weer loslaten. Want het eerste kwartier gaat dan weer om groeien. Dus
Waar heb je ruimte gemaakt met het laatste kwartier om in de eerste kwartier dus die ruimte opnieuw te vullen? En ja, de maan gaat overal, dus ik weet niet precies welke graden tot welke, van 25 graden tot 22 graden in 5 graden in weegschaal tot 22 in kreeft. Dus daar gaan we het niet over hebben. De maan is overal. Oké, okay, kreeft ascendant. Op naar de tweelingen ascendant en de maagd ascendanten. Dus dit zal voor de tweelingen in de 11e huis. Mercurius in het 11e huis van 18 graden in. Weet je? Of je hebt Mercurius in het 11e huis in Ram als tweeling ascendant. Of je hebt Mercurius in het 8e huis met maagd ascendant. Maar Mercurius zal van 18 graden tot en met 27 graden gaan bewegen. En vervolgens gaat hij retrograde bewegen om 14 minuten over middernacht op 2 april. En dan beweegt hij aan het einde van Ramseizoen tot aan 17 graden. Dus dat je het weet, weet je precies. Want misschien zit het niet helemaal in je 11e huis. Misschien zit het niet helemaal in je 8e huis. Dus een beetje pietje precies. Uiteindelijk maken we het ons eigen. Dus op 2 april zal Mercurius retrograde gaan bewegen in Ram. Dus even terugdenken van wie denk ik wel eigenlijk dat ik ben. Want ik denk ik ben. Wie denk ik eigenlijk wel niet dat ik ben? En gelukkig, want de Ram die gaat gewoon head first. Weet je, medisch astrologie gelijk met je hoofd en zo. Maar soms moet je toch even van gaat het wel werken? Is dit wel het plan campagne die ik wil hebben? En gelukkig ook, want eerst zijn we helemaal ijdel van, oh, ik weet precies, ik weet precies. En daarna gaan we terug naar wat geloof ik eigenlijk. Dus gelukkig zitten we al diep in de Mercurius retrograde schaduwfase. Voelt een beetje raar, maar ja, Mercurius retrograde schaduwfase. De maans- en zonsverduisteringsperiode die komen aan begin van een nieuw astrologisch jaar, ja. Ik weet het, maar het is collectief, hè? Het is collectief. Dus. In Ram zal Mercurius in conjunctie komen te staan met de zon als die retrograde beweegt. Dus even echt, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk doen? Want weet je nog wel wat ik zei met Pluto? Ik bemachtig in Steenbok. Wat bemachtig je eigen nalatenschap? Bemachtig je eigen reputatie? Wat wil je nou eigenlijk nalaten in de wereld? Is het inderdaad die F-boy guru-ideologie? Of heb je een eigen ideologie? Gezien Pluto in Waterman over de ideologieën gaat. Dus even, ja, het is goed om even terug te denken en te reflecteren. Daarvoor hebben we de Intention Journal. Zal hem vervolgens ook nog in retrograde in een conjunctie komen te staan met Chiron, die gewonde heler. Dus, oh ja, ik heb deze wonde, ik heb deze wonde, ik ga zo handelen. Of. Toch niet. En in een conjunctie komen te staan met Venus, die vervolgens ook nog in Ram zal aankomen. Al deze dingen gaan we bespreken in de wekelijkse overzicht. Maar ja, maak het even wat compacter, maak het even wat autonomer. Vervolgens komen we aan bij Venus. Voor de stier-ascendanten zal Venus van de 11e huis naar het 12e huis gaan bewegen, want komt op 5 april aan in Ram. En voor de weegschaal-ascendanten zal Venus van het 6e huis in Vissen naar het 7e huis bewegen in Ram. Want Venus beweegt in de Ramseizoen van 9 graden in Vissen tot aan 16 graden in Ram. Dus eerst begonnen we, nou eigenlijk vandaag, 22 maart, met Venus in een conjunctie met Saturnus. En Saturnus in Vissen, ja, gaat allemaal om hoe gedisciplineerd ben jij geweest? Voordat Venus kan zeggen, weet je wat, je verdient hier eigenlijk wel het een en ander en daar verdien je eigenlijk wel het een en ander. Want Venus gaat dit aankomende jaar niet retrograde. Dus deze conjunctie is weer het einde van een oud cyclus en het begin van een nieuw cyclus. Hoe gedisciplineerd kan jij te werk gaan als je zeker weet dat dat is waar je wil zijn? Als je zeker weet dat dat is wat je wilt hebben? Wordt er eigenlijk van je gevraagd terwijl we dit nieuwe jaar ingaan? Zal in de sextiel komen te staan met Jupiter, oppositie met Lilith volgende week, sextiel met Uranus. Op 5 april komt hij aan in Ram. Cute, cute, cute. Mercurius, die blijft daar nog even hoor. En sextiel met Pluto zal natuurlijk gelijk in een sextiel komen te staan met Pluto deze aankomende maand en in een conjunctie met de Noordknoop.
Als je echt van jezelf houdt, laat het weten. Ze mogen het weten. Laat zien hoeveel je van jezelf houdt. Vervolgens komen we aan bij Mars, de heerser van dit hele ramseizoen, die op 23 maart aankomt in Vissen. En ram, dus voor de Mars, voor de ram-ascendanten. En dit zal dus gebeuren in het 12e huis. Ram-ascendanten, 12e huis. En dan gaat het dus allemaal over jouw dromen. We hebben allemaal inderdaad dromen, hopen, visies. Af en toe moeten we die op de achtergrond zetten. Want tuurlijk zegt ze tegen de ram: je bent heel erg egoïstisch. Je geeft alleen maar om jezelf. Maar iemand moet de leiding nemen. Want ram-ascendanten durven ook aan die mensen te vragen. Of durven het op een of andere manier zo te stellen dat: zou jij het anders doen? Als ik het niet doe, zou jij, wie doet het? En moet het niet gedaan worden? Misschien moet het inderdaad niet gedaan worden. Ik bedoel. Iedereen heeft zijn eigen ding, inderdaad. Maar vraag jezelf dat af. En of er inderdaad plek is voor jouw dromen. Want iedereen. Nee, er is geen plek. Het podium is groot genoeg. Er zijn opties genoeg. Open deuren genoeg. Dus ja, dat jij er als eerste doorheen bent gegaan is niet jouw schuld. Ram ascendant. Conjunctie, dus een einde van een cyclus en begin van een nieuw cyclus in Vissen met Saturnus. Wees gedisciplineerd. Dat kan je. Saturnus vind je totaal niet leuk. Saturnus vindt het totaal niet leuk om in ram te zijn, want veel te veel actie en dergelijke. Maar laat zien dat je het kan. Laat zien dat je ook gedisciplineerd bent. Ik weet nog, toen ik stage liep, dacht ik zo van: oh, Sharon is hier, daar, overal. Heeft heel veel energie, bla bla bla. En toen kwam ik ineens met mijn cheat sheets. Want Sharon houdt van cheat sheets. En ik had zo allemaal cheat. Oké, dit onderwerp, dat, 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 dat. Dit onderwerp, dat, 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 dat. En dat zijn echt like, hoofdstukken van 5 pagina's die ik dus op zo'n A5'tje voor mezelf duidelijk heb gemaakt. En diegene komt naar me toe en zegt: wauw, ik had niet verwacht dat je in je vrije tijd energie daarin zou stoppen. Ja, oordeel een boek niet op zijn kaft. Ik ben echt de personificatie van oordeel een boek niet op zijn kaft. Wees de personificatie van oordeel een boek niet op zijn kaft. Ik bedoel, dat jij die energie hebt en zo. Ja, jammer dat jij je peppilletje vandaag niet in hebt genomen, maar ik ben natuurlijk pep. Dus, Mars zal van 27 graden in Waterman tot aan 21 graden in Vissen gaan bewegen in dit aankomende ramseizoen. We gaan het meer over de persoonlijke planeten hebben, dus de zon tot aan Mars, omdat ja, die heel veel bewegen. Uranus is de enige die echt een aspect maakt deze aankomende maand, maar daar gaan we het nu dus een beetje over hebben. Want Jupiter. Het zijn geen rationele planeten, ja, dus die doen er wat trager over. Jupiter beweegt van teken tot teken elke 12 tot 13 maanden. Dus dit is ook een beetje. Dit legt puberteit heel goed uit, want na 12 tot 13 jaar heb je je hele cyclus gehad. Denk je, ik weet hier wat van, ik weet hier wat van. Dan ga je naar de middelbare school, ga je helemaal tof en popiopie doen. En dan kom je ineens alles en iedereen tegen die tof en popiopie aan het doen is en denkt dat ze hier en daar alles en nog wat beter weten. Vervolgens word je wat ouder en maak je je eigen dingen mee en zo. Laten we zeggen, zo'n 6 jaar later, op je 19, denk je: wat was ik eigenlijk aan het doen na anderhalve Jupiter-cyclus? Ja, toch? Ik kan het beter, want dan gaan we weer naar jouw buiten toe, naar jouw herfst en jouw winterperiode toe. En dan begin je jezelf wat meer te ontwikkelen. Begin je je eigen geluk een beetje te zien. Want iedereen heeft zijn eigen Jupiter, zijn eigen geluk. Laten we zeggen dat ik Jupiter in boogschutter heb. Dus mijn geluk, mijn verbreding komt uit verbreden. Verre reizen, ergens heen gaan, dingen zien, dingen proeven, dingen leren, dingen horen, dingen in me opnemen. Maar mensen die een jaar ouder zijn dan ik, hebben Jupiter dan in schorpioen zitten. Dus hun manier van verbreding is wat meer hoe dat in boogschutter wat dynamischer is, bewegelijk vuur, is dat in dat gefixeerde water dus wat statischer. Dus we klikken niet. Ook als één maar 12 tot 13 maanden jonger van elkaar. Na een jaar schelen we van elkaar. Het klikt niet, want jouw ding zit meer in de intimiteit van dat leren, horen, zien, proeven, doen. Dus ik wil gewoon hierheen reizen, daarheen reizen, daarheen reizen. En jij wilt er een jaar lang blijven en een sabbatical houden. En de mensen die dan een jaar jonger dan ik zijn, hebben Jupiter in Steenbok zitten. En Steenbok, Jupiter houdt er niet eens van om in Steenbok te zitten. Steenbok is echt like die vaderfiguur die zegt: we hebben thuis McDonald's. Wat is er kapot of wat moet er wat los? We hebben WD-40 en duct tape. We gaan geen nieuwe halen. Doe de tv aan, maar dingen. Zet een of andere Expeditie Robinson op. Dan voelt het ook alsof je in Bali bent. Je hoeft niet naar Bali te gaan.
Ik wil naar Bali en mijn Jupiter en boogschutter. Dus iedereen is anders. Ja, accepteer dat nou maar. En dat begint vanaf Jupiter de verbreding tot aan Pluto, hoe je bemachtigd voelt. Dat wordt steeds uitgebreider, want deze planeten bewegen dus iets wat trager. Jupiter voor de boogschutter-ascendanten zal in het zesde huis in stier bewegen van 14 graden tot aan 21 graden in stier. En niet heel veel aspecten maken, want de aspecten worden met Jupiter gemaakt. Die planeten bewegen wat sneller. Dus Jupiter is er echt gewoon voor de verbreding van wat je hebt. En ik denk nog steeds aan het inhalen van die retrograde van januari. Die 31 december was die afgelopen. Maar we zijn bijna dus uit die schaduwfase van de retrograde die Jupiter in aan het halen is. Dus we gaan echt voor die verbreding, hè, Jupiter, de boogschutter. Met Jupiter in het zesde huis van werk en gewoonte. Ik heb gesnipt. Als jij niet zegt dat je een boogschutter tegen een ander bent, dan weet een ander ook niet dat dit in je zesde huis gebeurt. Beloofd? Cool. Vervolgens komen we aan bij Saturnus voor de steenbok-ascendanten. En dit gebeurt dus in het derde huis. Saturnus beweegt in vissen van 12 graden tot aan 15 graden. Beweegt elke 2-3 jaar van teken. Dus echt like, net als ik met mijn Saturnus terugkomst toch? Ja, de baby's die nu de aankomende 2-3 jaar worden geboren, die zijn heel erg sterk verbonden met hun dromen en waar ze willen zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel erg gedisciplineerd in het niet betalen van parkeerkosten, want ik geloof daar niet in. Dat is in de oorlogstijd gebeurd en jullie zeggen dat de oorlog voorbij is. Dus ik hoef niet te betalen, toch? Ik zag zo'n snippet van een podcast. En een meid die vroeg aan een guy zo van, wat is de meest delusional thing die je zelf hebt gezegd? En hij zegt dat alles goed komt. En iedereen begon echt zo akkoord te lachen en zo. Ik denk, je bent niet delusioneel genoeg, daarom. Jullie zijn niet delusioneel genoeg. Als je delusioneel genoeg bent, dan komt het sowieso uit. Ja toch, want wiens dromen maken de realiteit? Ik probeer dit mijn broer telkens duidelijk te maken, ja toch? Maar we hebben die 2-3 jaar verschil. We verschillen 2,5 jaar. Dus hij heeft Saturnus in Waterman zitten. they're not delusional enough. Ze moeten weten, alles. Dus voor iedereen werkt het op zijn eigen manier. Maar dit gebeurt dus in je derde huis van communicatie. In vissen. Van 12 tot 15 graden. Voor de Waterman ascendante Uranus in je vierde huis van stier van 20 graden tot 21 graden zal als enige een aspect maken en dat is een aardetrein met Lilith die ook echt kapot graag beweegt. Dit gebeurt op 12 april, dus we hebben een praktische trein tussen die trucendoos, hè? Want Lilith is eigenlijk een trucendoos. Al die dingen die we niet naar het licht hebben gebracht en zo, laat het zien, laat het naar buiten komen, want je hebt al die kunstjes niet voor niks, toch? Dus ja, dit gebeurt in je vierde huis van comfort. En ja, dat is ook een beetje je trucendoos, want daar liggen je roots. Daar heb je van alles en nog wat, maar dat breng je niet altijd naar buiten. Wat kan en mag er wel naar buiten? Evolueer. Komt goed. Neptunus zal voor de vissen-ascendant in het eerste huis zitten. En zal van 27 graden tot 28 graden bewegen. En al deze generationele planeten die steeds wat trager bewegen. Kijk, stel je voor dat ze dus in een aspect zitten met de zon. Stel je voor de zon komt in een conjunctie te staan met Neptunus. Neptunus die beweegt in de hele maand van 27 naar 28 graden. Dus als de zon aankomt die 1 graden per dag beweegt. En in een conjunctie komt te staan met Neptunus. Een aspect is van 3 graden van tevoren tot 3 graden daarna merkbaar. Dus 3 dagen van tevoren, voor die conjunctie met Neptunus, zal je merken van dingen beginnen een beetje heel erg hazy te worden. Dan heb je de exacte conjunctie, denk wow, daar praat ik dus meestal over. En dan heb je 3 dagen daarna dat je, what the fuck was dat? Nee, ja. Dus dat is hoe een aspect met de generationele planeten werkt. En vooral met Uranus, Neptunus en Pluto, die echt kapot graag bewegen. Dus Neptunus zit al een tijdje in je eerste huis, hè, vissen ascendant. Zijn jouw dromen die je realiteit maken? En ja, dan denk je, hoe dan? Het gaat helemaal. Je hebt geëvolueerde
Geëvalueerde aspecten en niet zo geëvalueerde aspecten. Kijk, ik ben nu wat meer geëvalueerd in stem. Stemvolume. Was ik eerst niet. Maar je evolueert. Dus ook al in jouw karakter als vissenascendant of als zon in leeuw, whatever. En je kan het op twee manieren bekijken altijd. Want je hebt de spirituele kant, de realistische kant voor de vissen. En je kan tegen jezelf zeggen, ik heb meer dan ik verdien. Ik verdien het eigenlijk niet. Of andere mensen verdienen meer. Tuurlijk verdien je het wel. Ik heb meer dan ik verdien en ik ben er dankbaar voor. En waar ik het kan delen, zal ik het delen. Je kan het op twee manieren bekijken. Je kan op twee manieren dankbaar zijn, inderdaad. Zo van, ik verdien het eigenlijk niet. Ik ben heel erg dankbaar en ik krijg meer dan wat ik verdien. Let op je verwoording, let op je verwoording. En daarom heb ik gisteren fitty gekregen met mijn moeder. Komt waarschijnlijk door die maansverduistering binnenkort, want ze schreef toch? Maar let op je woorden. Want sommige mensen die zijn, hebben Mars in tweelingen en die zijn heel erg op de woorden. Just saying. En Pluto voor mijn schorpioen ascendant zal in het vierde huis bewegen van 1 graden in waterman tot aan 2 graden in waterman. Dus al die kardinale tekens. Mijn broer en mijn moeder, je dacht dat je van die squares af was, hè? Je dacht dat je van die oppositie af. Is er nog? Is er nog? Maar hangt af van graden en zo. Gaan we het dus in die aspecten en graden video over hebben. Laten we nu dus even naar de retrograde gaan. En dan ga ik dus vertellen in welk teken, van welk graden tot welk graden en van wanneer tot wanneer. Dus let op, wat is jouw en de heersende planeet van jouw kaart? Ram, ascendant, Mars, dinges, Mars. En weet je wat, ik zeg het wel gewoon. Voor de tweelingen en voor de maagden, ascendanten. Mercurius in retrograde, 3 keer per jaar zoals gewoonlijk en in vuurtekens ditmaal. Dus even terugdenken naar waar stop je je passie in? Waar heb jij eigenlijk energie voor? De eerste retrograde van Mercurius is op 2 april tot en met 25 april. En dit is in Ram van 27 graden tot aan 15 graden. Dus je dacht dat je klaar was met aan jezelf denken, maar nee, we gaan even terug. Op 5 augustus begint de tweede retrograde tot en met 28 augustus. En deze begint op 4 graden in Maagd en eindigt op 21 graden in Leeuw. Op 26 november begint de derde retrograde in de gevallen positie van boogschutter. Want ja, Mercurius is thuis in tweelingen tegenover staat boogschutter. Dus op 26 november tot en met 15 december in boogschutter 22 graden terug naar 6 graden. 22, 6 graden. Voor onze stier en weegschaal-ascendanten, yippie-yay-yay, Venus zal niet retrograde gaan bewegen dit jaar. Dus overal kunnen wij de vruchten plukken ja, die we gezaaid hebben. Overal. Dus wees gedisciplineerd en wees netjes en beheerst en met de juiste intentie. Want de intentie die je eruit stopt, zal je uiteindelijk ook weer terugverwachten met de volgende conjunctie met Saturnus. Dus niet gewoon voor een maand, niet gewoon voor een week, een heel jaar. Je kan het, doe het. Ik geloof in je. Net zoals ik in mezelf geloof. Mars als voor de Ram-ascendanten zal op 7 december retrograde gaan bewegen tot met 24 februari. En dit zal beginnen op 6 graden in Leeuw en eindigen op 17 graden in Kreeft. Mars vindt het niet leuk in Kreeft. Het wordt een leuke retrograde. Sorry. Voor de boogschutter-ascendanten Jupiter begint op 9 oktober retrograde te bewegen en gaat weer direct op 4 februari en ook weer in de gevallen positie van tweelingen, 21 graden tot en met 11 graden. De steenbok-ascendanten Saturnus zal op 29 juni retrograde gaan bewegen tot en met 15 november in vissen van 19 graden tot aan 12 graden. En Uranus voor de waterman-ascendanten van 1 september tot en met 30 januari. In stier 27 graden tot en met 23 graden. Op 2 juli zal voor de vissen-ascendanten Neptunus retrograde gaan bewegen tot en met 8 december in vissen van 29 graden tot en met 27 graden. En Pluto zal retrograde gaan bewegen op 3 mei tot en met 12 oktober van 2 graden in Waterman tot en met 29 graden in Steenbok.
Ja, en Chiron die zal ook nog retrograde gaan bewegen van 26 juli tot en met 29 december in Ram van 23 graden tot 19 graden. We hebben heel wat bewegelijke retrograde. Dus ja, ben je te dynamisch geweest of zo? Maak jezelf los, blijkbaar. Want we hebben echt de minste gefixeerde squares en zo. Gefixeerde retrograde. Dus ja, tijd om te bewegen, tijd om los te laten, tijd om te veranderen. Want ja, het is het jaar van de draak, toch? Heel veel innovatie, remember?